De 21-jarige Jimmy Schepers werd zondag 28 mei fataal gestoken tijdens het festival Solid Grooves in Amsterdam. Op 19 juni spraken we voor Opsporing Verzocht met Jimmy's moeder en zus, omdat er voor het onderzoek naar zijn dood en het neersteken van twee van zijn vrienden nog informatie nodig was. De politie is dringend op zoek naar meer beeldmateriaal en naar getuigen. Voor de laatste stand van zaken in het onderzoek klik je op de link in de beschrijving. In deze video hoor je meer over Jimmy en hoe het zo mis kon gaan. Ja, het was gewoon een grote jongen, maar een knuffelbeer. Knuffelbeer. Ja. Totaal geen kwaad bij. Nul. Horeca-gezin. Horeca-gezin, hardwerkende gezin. Altijd samen aan het werk eigenlijk. En we deden alles samen. Ja, natuurlijk wel ook onze eigen dingen met onze vrienden, maar... We zagen elkaar elke dag. Elke dag, ja. Jim was eigenlijk het manusie van alles. Ja. Dus als we hem nodig hadden, was het Jim. Jim, eventjes langskomen, even de deur open doen. Ja. Even. En dat vond hij altijd goed? Zei hij altijd ja? Hij vond alles goed, ja. Jimmy was de liefste. Ja. Hij vond alles vragen. Goed. Of vroeg je 10 keer aan hem van loop even naar boven toe, pak het even. Nooit geen commentaar. Liep gewoon naar boven toe, pakte het voor je. Ja, zo was hij. Maar zijn vrienden ook altijd, stond altijd voor zijn vrienden klaar. Wilde ook altijd iedereen bij elkaar hebben. Daarom is de groep ook heel groot van hun. Ja, hij zei altijd gedag. Als hij ons zag en als hij wegging. Ja. Ja. Altijd gaf hij hem een kus. Ging niet zonder gedag, ging hij weg. Stond altijd voor iedereen klaar. Als je het vroeg, dan altijd altijd een lach. En dan deed hij het. Nooit niet chagrijnig. 'S morgens als hij wakker werd, dan was het al de vrolijkste jongen. Ja. Een eigen zaak. Hij wilde wel een eigen zaak hebben. Ja. Dat was ook zijn toekomst. En hoe was hij met vrienden? Ja, dat waren ze alles. Alles voor zijn vrienden. Echt alles. Die waren ook altijd bij ons. In het weekend vooral. Hij was ook een beetje hun, ja, hij beschermde hun ook altijd. Hij was wel de grootste, denk ik, van allemaal. Ja, maar bij hem voelden ze hem wel altijd veilig. Ze voelden zich altijd veilig, ja. Ja. Hij was ook niet geen ruziemaker. Hij was, als er wat was, dan loste hij het op. Hij hielp ze met alles, ja. Het was niet het vechten, nee. Dan liep je naar diegene toe van, stop er even mee. Ja, is niet nodig. Is niet nodig. Nee. En andere, als je ruzie had, ja, andere mensen gaan door. Dat had hij niet. Hij was bijvoorbeeld een jongen die wil ook met hem vechten. Die zei, jongen... Ik wil helemaal niet vechten, ga weg. Ja, die zit met zijn armen zo over de grond. Ook van, luister, stop ermee. Want je gaat hem niet winnen en ik wil je helemaal geen pijn doen. Ik heb geen zin hierin. Want dan zo'n jongen was het ook niet. Nee. En op school ook. Dat was het laatst op mijn jongetje. Op de terras bij ons, op de zaak. Ja, en die zat ook de hele tijd. Die dorst eerst niet. En toen vroegen die jongens ook, wie ben je? Mag ik Ja, waar ken je Jim van? En toen zei hij, ja, ik werd op school heel erg gepest. En Jim was degene die mij... Die altijd voor mij opnam, ja. Ja, maar die jongetjes. Ja. Feestjes was de ding, hoor. Ja. Ja, hij wilde er geen eentje missen. Hij was het Leidseplein geweest en dat was altijd toch wel grimmig in deze tijd. Rembrandtsplein, ook vaak dat hij zei, nou, was weer vechten. En op festivals was dat gewoon niet. Op festival kon je gewoon uitgaan zonder problemen. Helaas zorgt een kleine groep bezoekers voor problemen bij het festival. We weten dat ze betrokken zijn geweest bij meerdere incidenten. Onder andere bij berovingen waarbij het de daders te doen was om geld, dure horloges en zonnebrillen. Slachtoffers werden daarbij bedreigd, ook met messen. Verder zijn we natuurlijk aan het achterhalen wat zich nou heel precies heeft afgespeeld rond Jimmy en zijn vriendengroep die dag. Het lijkt erop dat er op enig moment iemand tegen een van de vrienden van Jimmy opbotst en direct heel agressief reageert. Mogelijk heeft Jimmy dit willen sussen, waarna hij en zijn vrienden zijn aangevallen. Het festival is die dag binnen en buiten. Op deze drone-animatie geven we aan waar het conflict zich afspeelde. Op al ingestuurde telefoonbeelden is zo een deel van het gevecht van de verdachte met Jimmy en zijn vrienden te zien in het gebied rechts van het podium in de buurt van de nooduitgangen. Ondanks de blurshow zie je hoeveel mensen naar dat chaotische gevecht hebben gekeken. Jimmy staat hier rechts. Er wordt geschopt. Terwijl hij vlucht, verplaatst het gevecht zich. Ook twee vrienden worden gestoken. Inmiddels heeft de politie deze filmpjes frame voor frame bekeken.
We laten hier de laatst bekende momenten op beeld van Jimmy zien. En we waarschuwen even, dat is naar. Hier zie je alleen Jimmy's arm. Hij vecht hier letterlijk voor zijn leven, terwijl een van zijn vrienden deze verdachte probeert tegen te houden. Vlak erna doet een verdachte een karatetrap in zijn richting. Ondertussen is deze al aangehouden verdachte ook al naar hem op weg. Hij rent met een mes naar Jimmy, die een afwerend gebaar maakt. Vlak erna. Jimmy is hier mogelijk al gestoken en vlucht. Dit is voor zover nu bekend het allerlaatste beeld waarin we hem nog duidelijk rennend zien. Het vechten verplaatst zich ondertussen naar een plek verderop op het terrein. Twee van Jimmy's vrienden worden ook gestoken. Ook hier zie je hoeveel mensen vlakbij stonden, zonder dan misschien te beseffen hoe erg het was. Jimmy Schepers wordt nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd, maar de hulp mag niet meer baten. Omdat hij gescheiden raakte van zijn vrienden in de chaos en zijn legitimatie kwijt was, weet zijn omgeving lang niet dat hij het derde slachtoffer is. Ja, er gaat van alles door je hoofd, maar nog denk je niet van Jimmy, want het was geen vechter. Nee. Dus ik dacht, nee, het is misschien nog gewoon doorgegaan feesten. Zo dacht ik nog. Dacht ik, oh, wat een, ja, is hij ook niet goed. Maar toen dacht ik, nou, misschien zit hij vast. Dus ik had nog politie gebeld. Ik denk, misschien zie je. Maar papa had geen goed gevoel. Papa had geen goed gevoel. Nee. En normaal gesproken heb ik... Zijn telefoon ging over. Dus die was niet gestolen, want anders wordt hij meestal uitgezet. En al zijn vrienden waren inmiddels al bij elkaar. Daar was hij ook niet. Dus hij was gewoon... Ja, en dan krijg je een belletje. Kwijt, ja. We waren naar het ziekenhuis gereden, omdat we voelden dat hij daar was. En we hebben eigenlijk zelf gezocht. Ja, ga even zitten. Hij is er niet meer. En je broertje is overleden, ja. Ja, en toen moest ik mijn andere zusje, die zat ook in het ziekenhuis, die moest ik vertellen. Van Jim. En toen moesten we samen hun bellen, die op vakantie waren, door de telefoon. Vertel je dat aan je moeder en je vader? Weet ik niet. Ik heb het gewoon meteen gedaan. Want die recherche zei, wil je nog even wachten? Nee. Nee, dat moeten ze meteen weten, ja. Je vertelt het gewoon op adrenaline of zo. Ik weet niet eens meer wat ik heb gezegd. Ja, je schreeuwde mijn broertje zelf. Dan is je hele wereld gewoon een nachtmerrie. En je gaat nooit meer over. Nee. Als je nou ook de zaak in loopt, dan mis je hem gewoon. Ja, hij was ook zo groot en ja, je zag hem ook altijd, ja. Hij liep altijd heen en weer ook. Er was ook niet iemand die op zijn plek bleef staan, dus ja, je zag hem gewoon de hele dag links en rechts lopen. Overal was hij. En nu zie je gewoon niks meer. Nee, dan zie je zijn foto staan en dan zie je die lachen een beetje. Waarom? Waarom? Hoe kun je iemand zoiets aan? Nou, hoe zijn mensen zo in staat om dit... Dat kan ik gewoon niet begrijpen. Wat heeft hij hun weet je, een vechtpartijtje van opstootje, dat gebeurt vaak. En dat is er gewoon. Maar dit is gewoon... In een fractie van een seconde ontneem je gewoon iemand zijn leven. En dat iemand daar in staat toe is, dat vind ik gewoon... Dat gaat er gewoon niet in. Voor niks. Omdat hij daar gewoon op de verkeerde plek stond, op de verkeerde tijd. We waren gewoon gezellig een dagje uit met de jongens. Ja. Ja. En het loopt af als een horrorfilm. Ja. Maar je ziet straks mijn andere kinderen ziek ouder worden, volwassener. En Jimmy zie ik gewoon altijd hetzelfde. Blijf. Ja. De aangehouden verdachten waren die dag met een groep. En wij denken dat die groep betrokken was bij meerdere incidenten, waaronder de berovingen. Daar willen we natuurlijk alles over weten, dus bij deze een oproep aan iedereen die zondag op het festivalterrein was. Ben je beroofd? Ben je bedreigd? Of heb je misschien wel gezien dat het bij anderen plaatsvond? Meld je alsjeblieft. En daarnaast willen we meer weten over de exacte rol van de verdachte die dag en of er misschien nog wel meer mensen een rol hadden bij de incidenten. Om die reden is het ongelooflijk belangrijk dat we zoveel mogelijk beeldmateriaal ontvangen. Sowieso rond het conflict met Jimmy, maar van daarvoor en ook van daarna. De mensen moeten gewoon vast komen te zitten en dat het met een ander kind ook niet, andere ouders ook niet kan overkomen. Nee. Want dit mag gewoon nooit meer gebeuren. Nee, dit mag echt niemand meer overkomen. Dit mag niemand meer overkomen. Want iedereen zijn kinderen. Nee. Het kan iedereen overkomen dit.
Ja. Ik denk altijd, ja, het gebeurt mij niet. Ja, dat dacht ik ook altijd. Maar je ziet het, hij zit hier ook. Ja. Ja. Het is een ergste nachtmerrie van een ouder. Nu, er zijn er 3 opgepakt en ja, er waren gewoon meer mensen bij betrokken. De groep is groter. De groep is groter als 3 en ook zij moeten gewoon opgepakt worden. Want ja, wie weet zijn zij ook in staat om zoiets te doen bij een ander persoon. Ja. Kun je helpen in het onderzoek? Klik op de link in de beschrijving.